Diving in Bonaire is the best. Bonaire, a small island just 50 miles off the coast of Venezuela, is considered a diver's paradise. All the water off the island's coast has been declared a marine park. Year-round water temperatures average 80 degrees, and underwater visibility ranges from 60 to 100 feet. 60 of the 80 dive sites are easily accessible from the shore, all making Bonaire one of the top diving destinations in the world. Upon arrival at Bonaire's International Airport, you are embraced by the culture and beauty of this island. A variety of accommodations are available on island, ranging from villas, condos, and small bed and breakfasts to full-service boutique hotels and large resorts. Since the waters surrounding Bonaire are an official marine park, an orientation dive is required to assist the divers with buoyancy control. Diving in Bonaire has something for everybody, from the newly certified novice to the experienced technical diver. Shore diving in Bonaire is exceptional. Simply step off the shore and the underwater world unfolds before your eyes. In the north, turtles can be found in abundance at Carpata. Boat diving on Bonaire is centered on Klein Bonaire. Among the favorites is Forest, remarkable for its black corals. Another favorite is Hands Off, where the marine life is unbelievable. Curbside bright yellow rocks direct you toward the optimal points of entry at the numerous dive sites in Bonaire. Bonaire's pristine reefs and diverse marine life are unique in the Caribbean. Because the waters around Bonaire are designated as an official marine park, diving Bonaire is like diving in the Caribbean the way it used to be, untouched and unspoiled. The island's location in the southern Caribbean gives it an arid climate with very little rainfall. Consequently, the waters are exceptionally clear of silt, calm and diveable year-round. These conditions also make it an ideal destination for underwater photographers. Visit Bonaire, long known as the diver's paradise. Bonaire ligt op zo'n 8000 kilometer van Nederland en maakt deel uit van de Nederlandse Antillen. Het eiland staat bekend als een duikparadijs. De wateren rondom Bonaire zijn beschermd natuurgebied. En er zijn liefst 86 officiële duikplekken. Omdat Bonaire een koraaleiland is, zijn de meeste duikspots direct onder de kust te vinden.
Je hebt dus niet per se een boot nodig om te kunnen duiken. De gemiddelde watertemperatuur is 28 graden. En het zicht onder water is zo'n 30 meter. Bonaire ligt op een kleine 9 uur vliegen van Amsterdam. U wordt verwelkomd op Flamingo Airport. Het eiland heeft een grote verscheidenheid aan verblijfsaccommodaties, variërend van bed and breakfast tot luxe resorts, appartementen en hotels. Veel accommodaties bieden duikarrangementen en hebben een duikschool. Omdat de wateren rondom Bonaire zijn uitgeroepen tot nationaal park, krijgt de duiker voor zijn eerste duik op het eiland een uitleg waarin wordt verteld hoe met de natuur onder water om te gaan. Daarnaast moet een dive tag worden aangeschaft. Deze kost $25 per jaar. Hiermee draagt u bij aan de bescherming van het rif. Bonaire leent zich uitstekend voor het maken van kantduiken. Het eiland telt liefst 53 kantduikplekken. Al na enkele meters zwemmen kom je in contact met het onderwaterleven, zoals de beschermde zeeschildpad. Natuurlijk behoort het maken van bootduiken ook tot de mogelijkheden. Vooral rond het onbewoonde koraaleilandje Klein Bonaire is een aantal mooie duikspots, zoals duikplek Forest, bekend om zijn zwarte koraal. Of duikplek 73 Hands Off, dat zijn naam heeft te danken aan het vele vuurkoraal. Het water rondom Bonaire biedt een thuis aan meer dan 350 verschillende vissoorten. De kantduikplekken op het eiland zijn gemakkelijk te vinden. Ze worden aangegeven met gele stenen. De golfstroom van de Caribische Zee zorgt ervoor dat elke vis één keer in zijn leven langs Bonaire komt. Al het water tot 60 meter diep is nationaal park en wordt beheerd door Stinapa. Duiken op Bonaire kan 24 uur per dag. Ook 's nachts kunt u duikflessen ophalen en is er heel veel te zien. De zee rondom Bonaire is beschermd natuurgebied en er zit weinig slip in. Daardoor is het water zo helder en laat zich gemakkelijk fotograferen. Fotoapparatuur kunt u huren bij de meeste duikwinkels, maar er zijn tegenwoordig ook wegwerpcamera's te koop. Zo geeft u ook het thuisfront een kijkje in het duikersparadijs Bonaire. Echte duikvrijheid beleef je op Bonaire. Bonaire, eine dünn bevölkerte Insel in der Karibik, 8000 Kilometer von Deutschland entfernt. Die Insel ist Teil der Niederländischen Antillen und als Taucherparadies bekannt. Die Gewässer um Bonaire sind Naturschutzgebiete. Es gibt hier 86 offizielle Tauchplätze. Da Bonaire eine Koralleninsel ist, befinden sich die meisten direkt an der Küste. Man benötigt also nicht unbedingt ein Boot, um tauchen zu können. Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt 28 Grad und die Sicht unter Wasser etwa 30 Meter. Bonaire liegt etwa 9 Stunden Flug von Amsterdam entfernt. Sie kommen auf dem Flamingo Airport an. Die Insel verfügt über eine große Vielfalt an Unterkünften, variierend von Bed and Breakfast bis zu Appartements, Hotels und luxuriösen Resorts. Viele Unterkünfte bieten Taucharrangements oder Tauchschulen. Da die Gewässer um Bonaire zum Nationalpark erklärt wurden, wird der Taucher vor dem ersten Tauchgang auf der Insel ausführlich gebrieft, wie er mit der Natur unter Wasser umgehen muss. Außerdem muss ein Dive Tag angeschafft werden für $25 pro Jahr. Damit tragen sie zum Schutz des Riffs bei. Bonaire ist hervorragend zum Ufertauchen geeignet. Die Insel zählt ganze 53 Ufertauchen.